Dit jury-instructiefilmpje behandelt de overgangsregels die gelden bij de looponderdelen als er wordt gewerkt met series en finales. Hier worden alleen de regels besproken zoals deze in het reglement staan. Bij grote wedstrijden kan hiervan afgeweken worden in de wedstrijdbepalingen. Ook komen hier alleen de meest voorkomende situaties aan bod. De uitgebreide tabellen staan in het wedstrijdreglement. De hoeveelheid atleten per serie is afhankelijk van het onderdeel, waardoor ook de overgangsregels verschillend zijn. Het aantal atleten is daarnaast ook afhankelijk van het aantal banen waarop gelopen kan worden. In de komende voorbeelden gebruiken we een outdoor accommodatie met 8 banen en een indoor accommodatie met 6 baans-rondbaan en 8 sprintbanen. De overeenkomst die alle onderdelen hebben is dat er een aantal atleten op basis van hun plaats in de serie doorgaat naar de finale en dat deze aangevuld worden met het tijdsnelste van het onderdeel. Als eerste de outdoor wedstrijden. Bij onderdelen die in banen starten, dus tot en met 800 meter, de horde en estafettes tot en met 4x400 meter geldt het volgende. Bij twee series gaan de eerste drie per serie door, aangevuld door de twee tijdsnelste. Bij drie series gaan de eerste twee per serie door, aangevuld met twee tijdsnelste. Bij een 1500 meter met twee series gaan hieruit de eerste vier per serie door, aangevuld met de vier tijdsnelste. Bij een 3000 meter, 5000 meter of stiepeltjes met twee series gaan de eerste vijf per serie door, aangevuld met de vijf tijdsnelste. Bij een 10.000 meter ten slotte met twee series gaan de eerste acht per serie door, aangevuld met de vier tijdsnelste. Bij indoorwedstrijden zijn er wat verschillen. De 60 meter en 60 meter horden zijn hetzelfde als outdoor de sprintonderdelen. Bij de rondbaanonderdelen die in de banen starten, dus 200 meter, 400 meter, 800 meter en estafettes, gaan met twee series de eerste twee per serie door, aangevuld met de twee tijdsnelste. Bij meer dan twee series moet er ook nog een halve finale gelopen worden. Bij drie series gaan de eerste drie per serie door, aangevuld met de drie tijdsnelste. Bij vier series gaan de eerste twee per serie door, aangevuld met de vier tijdsnelste. Vanuit de twee halve finales gaan dan de eerste drie per halve finale door naar de finale. Bij de 1500 meter bij twee series de eerste drie per serie aangevuld met de drie tijdsnelste. En bij drie series de eerste twee per serie aangevuld met de drie tijdsnelste. Bij de 3000 meter bij twee series de eerste vier per serie aangevuld met de vier tijdsnelste. En bij drie series de eerste drie per serie aangevuld met de drie tijdsnelste. Bij de overgangsregels hoort ook meteen de baanindeling voor de finale. Deze wordt gemaakt aan de hand van een aantal regels. Eerst moeten de atleten in volgorde geplaatst worden: snelste seriewinnaar, tweede snelste seriewinnaar, derde snelste serie snelste tweede plaats, tweede snelste tweede plaats, etc. Snelste derde plaats, etc. Eindigend met tijdsnelste, op één na tijdssnelste, etc. De uitzondering hierop is de 800 meter. Hierbij worden de atleten op volgorde gezet van hun beste seizoensprestatie of tijd waarmee ze gekwalificeerd zijn. Vervolgens vindt er drie lotingen plaats. Bij outdoorwedstrijden en de sprintwedstrijden bij indoorwedstrijden gaat het als volgt. De vier hoogstgeplaatste atleten loten om de banen 3, 4, 5 en 6. De atleten op de vijfde en zesde plaats loten om de banen 7 en 8. De laatste twee atleten loten om de banen 1 en 2. Bij indoorwedstrijden op de rondbaan is de loting iets anders. De twee hoogstgeplaatste atleten loten om de buitenste banen 5 en 6. De atleten voor de derde en vierde plaats loten om de banen 3 en 4. De overgebleven atleten loten om de binnenste banen. In dit filmpje zijn de belangrijkste overgangsregels besproken bij series en finales van de looponderdelen. De uitgebreide versies kun je terugvinden in het wedstrijdreglement. Veel plezier bij het jureren!